Welkom. Vandaag gaan we chemisch rekenen en we gaan kijken bij het Solvay-proces. Het Solvay-proces is een verzameling van chemische reacties waarbij dit de netto-reactie is als je alles optelt. Het is een proces om soda te maken en dat soda is nodig als je glas wil produceren. Dus voordat je glas kan produceren moet je eerst een hoeveelheid soda hebben. Wat zien we hier? Calciumcarbonaat, kalk plus keukenzout wordt soda en calciumchloride. Alles is in vaste vorm. Wat belangrijk is dat, dat weet je waarschijnlijk nog wel, dat als er niks staat, hè, als er geen coëfficiënt staat, dan kan ik daar een 1 voor denken. Alleen hier staat een 2. Dat is een kloppende reactie. Goed, de vraag is hoeveel ton keukenzout reageert met 1,00 ton calciumcarbonaat. Dus hier heb ik 1 ton van. En hoeveel van dit heb ik nodig? Hoeveel zout heb ik nodig, keukenzout? En hoeveel soda wordt dan gevormd? Ik ga iets meer doen dan gevraagd wordt, maar de logica daarvan wordt je duidelijk aan het eind. Oké, ik heb hier een stappenplan met een aantal stappen. Stap 1 tot en met 4, dus kijk met me mee. Eerst ga ik opschrijven wat weet ik. Ja, ik weet natuurlijk hier de reactieformule. Voor de rest weet ik de wet van Lavoisier. Misschien ken je die term niet, maar dat is de wet van massabehoud. Dus alles wat hier voor de pijl staat qua massa is het gelijk aan wat er na de pijl staat. En dat is iets wat mij triggert op het moment dat ik in massa's mijn eindresultaat moet gaan uitrekenen. Dan probeer ik te kijken van klopt mijn antwoord. Kom ik ook later weer op terug. En wat weet ik nog meer? 1 staat tot 2 staat tot 1 staat tot 1. Dat is de verhouding in mol. Ja, en dat is als je hier naar deze reactieformule kijkt. 1 staat tot 2 staat tot 1 staat tot 1. En die is belangrijk voor wat we straks gaan doen. Oké, wat moet ik doen? Ik moet de massa, die ton, moet ik omrekenen hoeveel mol ik heb. Dat moet ik eerst weten. Als ik dan weet hoeveel mol ik van dit heb, kan ik uitrekenen hoeveel mol ik van dat nodig heb. En hoeveel mol er van dit en voor dat dan uiteindelijk uit mijn reactie komen. Dus ik moet van massa naar mol en dan van mol weer terug naar massa gaan rekenen. Oké, nou dat gaan we doen. Maar eerst wil ik een lijst maken van wat heb ik nou allemaal nodig. Nou, dat heb ik hier opgeschreven. Ja, ik heb de molaire massa's nodig van al die vier stoffen, van die zouten, die er in en uit mijn reactie komen en gaan. Ja? Dus die heb ik opgezocht, die kan je opzoeken in je Binas tabel 98 of je kan ze zelf reproduceren met behulp van je periodiek systeem. Maar kijk vooral eerst, als je molaire massa's nodig hebt, kijk vooral eerst in Binas 98, helemaal achter in je Binas. Oké, dan wat gaan we doen? We gaan eerst dat is gegeven, namelijk die 1,00 ton calciumcarbonaat gaan we omrekenen. Daarvoor moet je weten dat een ton is 1000 kilo. En daarvoor moet je ook weten dat 1 kilo is 1000 gram. Dus als ik 1 ton heb, heb ik 1 miljoen gram aan calciumcarbonaat. Waarom reken ik dat om in gram? Omdat mijn molaire massa in gram per mol gegeven is. En ik kan niet kilogram delen door gram. Dus ik moet zorgen dat dit getal, die massa, ja, dat het eerst in gram is weergegeven. Dan kan ik de hoeveelheid massa die ik heb, kan ik delen door de molaire massa. En dan weet ik hoeveel mol calciumcarbonaat ik heb. En dat zijn er best wat, namelijk 9.991 mol calciumcarbonaat. Ja, dat is een hele hoop mol. Nu moet ik mijn molverhouding terughalen uit mijn hoofd. Hier, molverhouding. Als ik 1 mol van dit heb, heb ik 2 mol van natriumchloride nodig. Dus als ik 2 mol van dit heb, heb ik 4 mol natriumchloride nodig. Nou, als ik dus 9.991 mol kalk heb, dan moet ik daar 2 keer die hoeveelheid in mol aan natriumchloride bij gooien. Maar ik kan niet mol afwegen in een potje. Ik moet massa's weten. Dus ik moet van die mol moet ik eerst naar massa. Dus als ik dan weet hoeveel mol ik nodig heb van alles, is het volgens mij een gewone omrekenvraag geworden. Ja, ik moet wel het mol omzetten naar massa. En dat gaan we doen. Hier, aan de andere kant van het bord. Ik heb hier natuurlijk die tabel met die molaire massa's. En wat je hier ziet, ja, die had ik al uitgerekend. 9.991 mol. Nou, ik wist dat van natriumchloride. Van natriumchloride heb ik... daar is een foutje. Van natriumchloride heb ik 2 keer 9.991 mol nodig. En dat komt uit op 1,17 ton. Als ik dat uitreken.
Ja, 58,43443 keer 2 keer 9991 is 1,17 ton, als je dat omrekent. Soda, 105,99 gram per mol keer zoveel mol is zoveel ton. En mijn calciumcarbonaat, en dat lijkt overbodig, maar daar kom ik zo op terug, calciumchloride, 110,98 gram per mol keer diezelfde hoeveelheid mol, ja, is 1,11 ton. En hier zie je dus ook weer 1, die staat er niet, hè, keer 1, keer 2, en die calciumcarbonaat was ook 1. Dus die molverhouding is echt super belangrijk dat je je realiseert dat we daarmee moeten rekenen. Nu heb ik dus een aantal massa's bij elkaar. En die wet van Lavoisier is op dit moment heel erg belangrijk. Waarom is die belangrijk? Omdat ik nu kan checken. Ik kan checken of mijn antwoord klopt. Dat is belangrijk. Calciumcarbonaat had ik 1 ton van. Dat was gegeven. 1 ton. En deze drie die werden gevraagd. Of eigenlijk werden deze twee gevraagd. Nou, om mijn antwoord te checken is de wet van massabehoud. De wet van Lavoisier is geld. 1 plus 1,17 is 2,17. Dat is voor de pijl. Na de pijl moet het ook 2,17 zijn. En dat klopt. Dus ook 2,17. Laatste check. Check alles. Heb ik antwoord gegeven op de vraag? Ja, ik heb die twee gegeven en dat was de vraag. Is mijn antwoord logisch? Ja, dat heb ik getest met Lavoisier. Mijn antwoord is logisch. Is het leesbaar? Nou ja, na mijn gekrabbel is het niet meer leesbaar, maar het was leesbaar. Ja. Heb ik 1-1 erbij geschreven? Ja, mijn antwoord is gegeven in tonnen. En dat was de vraag. En heb ik gelet op significantie? Ja hoor, want mijn vraag was 1,00 ton, drie cijfers. En ik heb mijn antwoord ook in drie cijfers. Check dus alles op het eind van de vraag. Ik hoop dat je gelukt is. Kijk naar mijn andere video's. Ja, en je kan natuurlijk subscriben op mijn kanaal. Heel veel succes!